Waar dan in Antwerpen kon de familie Hofman van het Joodse restaurant Hoffies in de Lange Kievitstraat haar allereerste kookboek voorstellen met topgerechten uit de Joodse keuken? De familie Hofman werd in Vlaanderen bekend door het televisieprogramma Goed Volk van Jeroen Meus. Het boek wordt dan ook gezien als een kers op de taart en het uitkomen van een droom. Waarom hebben we die boek Hoffies uitgewerkt? Feitelijk, we zitten al 35 jaar in de stijl. Wij zien veel mensen komen en zijn heel geïnteresseerd te weten hoe we leven, wat we doen, hoe onze levensstandaard is elke dag. Als de mensen hier komen, is geen probleem niet, dan vertel ik het alles en dan hebben ze alles. Maar het is hier veel mensen die kinderen niet hier komen, het is hier veel mensen invalid, zieken. En ze willen ook naar weten, hebben wij dit boek laten voor iedereen om te kunnen leren en te weten hoe onze tradities zijn. En niemand onze tradities van leven, hoe onze tradities van koken. Van onze koken is heel, hoe moet ik het zeggen, grootmoeders keuken. En dan kunnen ze dat zelf thuis ook wel koken. En als je kookt thuis deze recepten, dan brengt het hele warmte atmosfeer in een huis, in een familiale leven. Wat is eigenlijk uw favoriete gerecht dat in het boek staat? Altijd mijn favoriete gerecht, gevulde vis met mierenkwouten. Het is heel licht, het is glutenvrij. En als ik eet een beetje van deze, voel ik mij heel lekker. Hoffies, de Joodse keuken, is meer dan een kookboek alleen. Het is een inkijk in de Chassidische Joodse gemeenschap in Antwerpen. De familie Hofman wil een brug slagen tussen gemeenschappen en zet hiervoor de deuren open. Onbekend is onbemind. En als we niet samenleven en niemand weet een van de andere, dan komt er een scherm van respect ene voor de andere. En als iemand weet van de andere hoe de andere leeft en de andere tradities heeft, dan stoort het niks in het leven, dan leven we allemaal fantastisch samen. Hoffies is een begrip binnen en buiten Antwerpen. Wij zijn niet maar een begrip in Antwerpen, wij zijn een begrip feitelijk in New York, in Londen zeker, in Parijs ook. En als ik mag me vier zeggen, zelfs in Australië. Komt dat? Hoe komt dat? Onze gastvriendelijkheid van ons restaurant. We zijn heel gastvriendelijk, als iemand komt hier binnen, die voelt zich direct thuis. Het boek Hoffies, de Joodse keuken, is uitgegeven bij uitgeverij Hannibal en ligt vanaf nu in de winkels.